In dit vliegtuig komt het voetbalteam van Nigeria terug in eigen land. Ze zouden dinsdag voetballen tegen het land Libië, maar dat willen ze niet meer. De voetbalbond van Nigeria is boos op Libië. We were really maltreated and there was nobody from the FA that came to receive us. Nobody. Het voetbalteam van Nigeria vloog uit eigen land naar de stad Benghazi in Libië voor een voetbalwedstrijd. Onderweg hoorden ze ineens dat ze op een ander vliegveld moesten landen. En dat vliegveld ligt bijna 4 uur met de auto verderop. Op het vliegveld hoorden de spelers en trainers urenlang niks. Ze hadden geen idee waarom ze op de lege luchthaven waren. Er was ook geen eten of drinken. Tegen de verveling begonnen sommigen muziek te maken. Na meer dan 15 uur op het vliegveld besloten ze om zonder wedstrijd te spelen terug te gaan. De minister van Sport van Nigeria steunt de spelers. There is no gainsaying the fact that we need to respect, our national teams. Our national teams carry, the national flag of our countries, our various countries. In Nigeria denken ze dat de spelers expres slecht zijn behandeld. Bij een eerdere wedstrijd klaagde het team van Libië juist over Nigeria. Ook zij vonden dat ze niet goed behandeld werden. De Afrikaanse Voetbalbond doet onderzoek naar wat er is gebeurd.